hebben hier in de Eemshaven twee fietscampers gelanceerd met ons actieschip de Beluga. De campers gaan heel Noord-Nederland vertellen dat nu in de cent hier achter mij in de Eemshaven kolencentrales aan het bouwen zijn. Kolencentrales zijn super slecht voor het klimaat en ook heel slecht voor het Waddengebied. Dat kan je gewoon niet meer doen in deze eeuw. En heel Noord-Nederland moet dit gewoon weten. Ik ben hier om te demonstreren tegen die kolencentrale die daar komt. Het is onzin om daar nu nog aan te beginnen. Er zijn al zoveel andere mogelijkheden. Dat kun je gewoon niet maken hoor, dit. Het gaat allemaal om geld. Het gaat allemaal om geld. We gaan zo naar Roodeschool fietsen. Hierbij verklaar ik de tour voor geopend. Cent en Nuon willen twee kolencentrales bouwen aan de rand van de Waddenzee. Die centrales die zijn ontzettend vervuilend en die zijn ook echt een ramp voor de Waddenzee. En bovendien gaan ze ontzettend veel CO2 uitstoten, wat heel slecht is voor het klimaat. Dus Greenpeace wil dan ook dat die centrales niet doorgaan. En daarom willen we zoveel mogelijk mensen in Noord-Nederland met ons in actie laten komen om ze tegen te houden.